PSV tegen Feyenoord is uiteraard het duel tussen de nummers 2 en 1 van de Eredivisie. PSV won thuis al 32 keer van Feyenoord en sloot 9 van de laatste 12 onderlinge competitieontmoetingen in het Philipsstadion winnend af. Kromkamp is de bedoeling, dat lukt. En dan is daar Alex. Ongelooflijk! De meest memorabele was uiteraard die van 24 oktober 2010, toen het maar liefst 10-0 werd. Lens. Ja, daar heb je nummer 10. En het is Lens. 10-0. PSV verloor slechts één van zijn laatste 33 eredivisieduels. De eerste keer PSV. Het is meteen raak ook. En het is er mooi binnenkomen zeg. In alle opzichten voor Ramselaar. PSV kreeg dit eredivisieseizoen pas 1 goal tegen. Het minst van alle eredivisieploegen. Uitstekende ingreep van Jeroen Zoet. Met 2 goals en 3 assists is Luc de Jong mede koploper in het meest waardevolle spelersklassement. Daar is het doelpunt. Daar is dan de eerste van het seizoen. De Jong nadert bovendien de 50 eredivisie goals voor PSV. De Jong, nou, die moet ook kunnen scoren. Dat zou wel heel effectief zijn en dat is PSV. Elke kans is raak. Ruud Gullit begon zijn profcarrière bij Haarlem en kwam via Feyenoord, waar hij 3 jaar speelde, bij PSV terecht. Met 2 landstitels in 2 seizoenen en veel mooie goals in Eindhoven vertrok Gullit uiteindelijk naar AC Milan. Alleen of laat die Gullit doen? Gullit dan? Kijk eens! Zelfs Edward Metcalf klapte er al voor toen die bal nog niet over de lijn was. Ook Feyenoord is aan een uitstekende serie bezig. De Rotterdammers zijn al 16 eredivisieduels ongeslagen. Kuit verlengd en de redding alsnog, ja! Feyenoord heeft met 15 punten uit 5 duels nog altijd de maximale score. Jurgensen rechts. Oh, hij gaat naar de linkerkant. Elia! Oi, oi, oi! Een van de spelers van Feyenoord om in de gaten te houden is Nicolai Jurgensen. De Deense aanvaller was dit seizoen al 3 keer trefzeker en gaf 2 keer de beslissende paas. Jurgensen speelde in het seizoen 2010-2011 samen met PSV'er Daniel Schwab bij Bayer Leverkusen. Jurgensen. Jurgensen. Oh ja, daar zit hij al toch. En dan nog dit. De Kuip telt 51.137 zitplaatsen. Bij een gemiddelde lengte van 45 centimeter per kuipstoeltje heb je er 231.778 nodig om de afstand van de Kuip naar het Philipsstadion te coveren.